Binnen de IT zie je heel veel veranderingen, technologische veranderingen. En je ziet IT-afdelingen proberen dat bij te houden. Daarnaast hebben ze het probleem dat de data groeit en groeit. Als je nagaat hoeveel foto's er niet dagelijks worden geüpload, als je gaat kijken hoeveel tweets er per dag niet rondgaan. Die data moet ergens opgeslagen worden, want het moet veilig zijn. Maar je kan je voorstellen dat je data van je organisatie superbelangrijk is. Waar sla je die op? Waar ga je die beheersen? En hoe ga je ervoor zorgen dat er niemand bij komt? Een van de grote ontwikkelingen natuurlijk van de laatste jaren is cloud. En dan kom je erachter dat ze niet één cloud nodig hebben, maar vaak meerdere cloud providers. Die cloud providers die zorgen voor capaciteit daar wanneer je het nodig hebt. Die zorgen ervoor dat je data niet meer alleen op één plek staat. Wat je co-location noemt is feitelijk het plaatsen van jouw IT-apparatuur naast die service providers die je hebt binnen een datacenter. Voordat je bij IT-apparatuur zelf komt, ben je bij ons door 7 lagen beveiliging heen gegaan. Het datacenter is dusdanig gebouwd dat elke installatie minimaal dubbel gebouwd is. Dus als je bij ons komt, dan krijg je een dubbele elektriciteitsvoorziening die voorzien is van batterijen. Wij voorzien, als het net uitvalt, hebben we grote generatoren waarbij we onze eigen stroom kunnen opwekken. Voor wat betreft de koeling, we maken gebruik van vrije koeling, dus vrije buitenlucht. Dat zijn allemaal stand-alone apparaten. Als daar één van kapot gaat, is er niks aan de hand. Als er 2 kapot gaan, is er niks aan de hand. De meeste fouten in datacenters worden gemaakt door mensen. En wat wij hier gedaan hebben, is dat we gezorgd hebben dat door middel van training en procedures en het hele organisatorische beheer, het menselijk falen eruit ontworpen hebben. Een van de redenen dat we datacenters dit hier hebben, is vanwege de financiële sector. We zorgen samen met een belangrijke partner als HP ervoor dat die dienstverlening is voor hele grote financiële sectors. Bedrijven moeten gefocust en winstgevend blijven. Disaster recovery, business continuity, dat is waar het om draait.